Het is internationale Coming Out Week. De hele week is er aandacht voor het moment dat LHBTI'ers uitkomen voor hun seksuele geaardheid. Volgens Nijmeegse wethouder Grete Visser is deze aandacht ook in 2020 nog hard nodig. Ook uit haar eigen ervaring blijkt, homo of lesbisch zijn is nog steeds niet voor iedereen normaal. Mijn vrouw heet René en mensen gaan er automatisch van uit dat René een man is. En als ik dan na een paar uur denk van ja, nou wordt het toch wat ongemakkelijk, dan zeg ik ja, by the way, dat was een Engelse cursus, René is een vrouw. En dan, oh, is helemaal niet erg, is geen probleem. Ja, hoezo zou het een probleem zijn? En die reacties krijg ik echt heel regelmatig. En ik weet dat het voor jongens en meisjes die in een omgeving wonen waar weinig voorbeelden zijn, dat het best wel moeilijk is, omdat het niet is wat mensen gewend zijn. LHBTI-jongeren ervaren nog steeds onveilige situaties. Het is zeker nodig om aandacht te besteden aan Coming Out Day. Wat je bijvoorbeeld in Gelderland al ziet, is dat 4 op de 10 LHBTI's in onze provincie zich onveilig voelen. 9 van de 10 jongeren in heel Nederland, LHBTI-jongeren in Nederland, die hebben te maken met negatieve reacties. Waar ik het hier in Gelderland bijvoorbeeld aan merk, en dan heb ik het even echt over onze provincie, is dat een derde van de LHBTI-mensen die verhuisd is naar een andere regio, dus bijvoorbeeld van de Bijbelbelt af of uit de Achterhoek is weggetrokken, en echt die LHBTI-mensen, die is daar vertrokken omdat ze zich onveilig voelen. En dat kan een heel mooi ding zijn van social media, want die zichtbaarheid wordt steeds groter. Je ziet ook dat mensen, jongeren, nu al sneller uit de kast durven te komen, omdat ze die rolmodellen nu krijgen. Brouwer heeft ook nog een tip voor mensen die bang zijn om uit de kast te komen. Nou, ben je jongere, dan kun je je aansluiten bij Jong en Oud van het COC. Dat kan hartstikke anoniem. Hoeft niemand wat van te weten, maar kun jij wel dus je ervaringen delen met jongeren die met dezelfde dingen worstelen als jij. Okay? Voor al die andere mensen die misschien niet uit de kast hoeven te komen omdat ze geen LHBTI zijn, zou ik willen zeggen, hang gewoon die regenboogvlag uit. Want zoals Frank Boeien hier uit Nijmegen ooit zong, denk niet wit, denk niet zwart, maar denk in dit geval in de kleuren van je hart. Ik wil tegen iedereen eigenlijk zeggen, wees trots op wie je bent. Dus geloof in jezelf. Maakt niet uit van wie je houdt. Zorg gewoon dat je met respect naar de ander kijkt. En dan krijg je dat ook terug. Dat hoop ik. En ik hoop dat deze week daaraan bijdraagt. En geniet van elkaar.